Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Q-Time. En vandaag heb ik een gast die vol met goede tonen en rhythms zit. Vandaag zit ik met Orfeo Ju. Hi Orfeo. Hallo, hoe gaat het? Goed met jou? Het gaat heel goed. Ik Hi. zie je voor het eerst in het okay. echt. Okay. En ik ken je van jaren geleden, van Youth ja, Voice. Toen je Voice. ons allemaal verraste met je ja. prachtige stem. <laughs> en nu ben je hier. Ja, in de andere setting. Ik ben dus nu uh, vocal coach. Mm -hmm. Na de jarenlange ervaring heb ik uh, ervoor gekozen om nu uh, 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 mensen te gaan leren. Hoe ze moeten Hoe zingen. doe je het? Waarom? Gaandeweg, ik heb mezelf zodanig geprofessionaliseerd. Uh, en ik heb gezien dat mensen nu. ze zingen, maar je voelt die kracht niet van zingen. Ja, toch? Je voelt, je voelt eigenlijk dat wat de mensen moeten gaan doen. Een van de meest belangrijkste dingen is de ademhaling. En dat mist bij de meeste zangers, toch? Zelfs hele populaire zangers, hoor. Ze, ze kunnen bepaalde tonen niet halen omdat de ademhaling niet op de juiste plek is. Dus ik dacht van, waarom niet? Laten we mensen nu gaan leren hoe het beter te gaan doen. Ja. Nice. Maar net mijn vraag eigenlijk: zijn. wat heb je gedaan na al die jaren? Maar jij hebt eigenlijk muziek nooit losgelaten. Je bent nee. het gewoon gaan perfectioneren. Ja, sowieso. Ik zit in een muzikale familie. Dus mm -hmm. we zijn. Steeds bezig. Toch? We worden ouder, weet je, iedereen neemt zijn eigen weg. Maar natuurlijk is voor mij belangrijk dat ik nog steeds bezig blijf in muziek. Toch? Dus en, uh, ik ben mezelf gaan scholen. Toch? Uh, ik heb trainingen gevolgd uh, van professionals mm. om dan beter te worden in wat ik wil doen. En dat geef ik terug. Toch? Je wilt weten, wat deed ik vroeger dat niet zo goed was? dat okay. nu beter moet, toch? Dus uh, dat heb ik gedaan. En als ik nu naar mezelf moet luisteren, wat ik gedaan heb in 2012, mm -hmm. was mooi, maar geloof wat me, mij, doet. ik denk nu, als ik naar mezelf luister, misschien komt even op tv, en ik kijk naar mezelf in mijn heer, ik denk dit is trash, voel ik, toch? Want wat ik uh, heb geleerd, extra heb geleerd, mm -hmm. tot de dag van vandaag, dan zie ik dat ik toch Heel verder ben dan waar ik was. Okay. Dus ja, het is nodig. Het is nodig, je hebt het gedaan. Mm. Ik uh, las een beetje over je en ik zie dat de, de Jew family is opgericht en dat je ook gewoon je hele eigen muziekschool hebt opgezet. Ja, Klopt. Um, in 2021. Uh, het was eigenlijk, mijn idee is eigenlijk begonnen in 2019. Toch, maar ik werkte in een callcenter, dus uh, ik heb alles daar opgeslagen in, de, in dat computer van de mensen. Mm -hmm. Maar toen ik ontslag nam, uh, kwam het niet zo goed bezig. Het <laughs> is een beetje lastig Precies, <laughs> toch? Dus alles, alle informatie dat ik heb vergaderd toch? Mm -hmm. van mijn muziekschool, mm -hmm. mijn, eigenlijk mijn, mijn stencil dat ik hierin wilde zetten, S hebben ze weggehaald. Mm -hmm. Gewoon, ze wisten alles aan niet, dus ze waren boos, en de WIPA-computer waar mm -hmm. ik werkte. Dus toen ik weer kwam, ik zag dat, ik dacht van nee, come on. Maar ben ik dan even, gaan zitten. Even, even, je hebt niet geleerd dat je geen dingen op werkcomputers moet afslaan, Ja, ik dat heb, weet je, je, je weet het niet. Ik, ben, ik was eigenlijk uh, iets like een trainer, mm -hmm. toch? Maar ik, 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 ik moest de mensen dus... Uh, Leren, mm -hmm. soms leren over uh, hoe ze gesprekken moeten opnemen. Maar gaat even, laat me even je call center stem horen voor we terug naar de muziek gaan. <laughs> hoe was het? Het was een mooie ervaring als uh -huh. ik even wil me starten. Um, hi, goedemorgen, mijn naam is Orfeo Dju. Waarmee kan ik je van dienst zijn? En dat was het. Lijkt. Nou, daar nou waren we daar. <laughs> Oké, okay, callcenter gedaan, informatie verloren. Maar je ja. hebt gezegd, dat gaat me niet stoppen. 2021 hebben de school geopend. Ja, dus het is me gestopt in 2020, uh, van 19 tot 20. Ik dacht van nee, niet meer. Dus in 2021 ik dacht ik van nee, ik moet het nu wel gaan doen. Mm -hmm. Dus ik ben vanaf januari uh, gestart, weer gestart met uh, het verzamelen van de informaties. En uh, pats, boom, 2020, uh, nee, april uh, 2021. Ben ik daar officieel van staat gegaan. En ik ben gestart met 35 uh, studenten. studenten. En die heb je dus leren, uh, leren zingen? Of gewoon de technieken geleerd om hoe je goed uh, een noot kan houden om een liedje te zingen? Natuurlijk begint het allemaal bij hoe je het presenteert. Hoe mm -hmm. breng je je lied naar buiten? Mm -hmm. toch? Uh, uh, um, je hebt een stem, maar je denkt van waarom wat moet ik ermee doen? Mm -hmm. uh, waarom klinkt mijn stem zo? Andere mensen zeggen, ik kan niet zingen. Mm -hmm. Terwijl ik geleerd heb dat iedereen kan zingen zodra je kan praten. Mm -hmm. Ja, toch? Dus, als je... Ja. Laat mijn beste vorm... vriendin je niet horen <laughs> aan uh, ons te praten. Mm -mm. Anyways, Sorry, yes. Dat is ook zo. Toch? Dus ik dacht van, uh, laten we starten. Heb ik gestaan, ben ik gestaan met de ademhaling. We praten over de articulatie. We praten over de houding. Die zijn dus drie punten die je sowieso moet hebben wanneer we praten over zingen. Daarnaast ga je direct naar de emoties. Hoe breng je dat lied naar voren? Ga... Een paar mensen zingen en je zegt I love you. En je gezicht is like, I love you. Nee, come on. Het moet geloofwaardig overkomen. Hoe breng je dat over? Dus dat ik alles ik heb de... ik zodanig ik geleerd. Mm. En geloof me. In, uh... En het is gelukt. Het is gelukt. Want we zijn nu in 2023. Ja. En uh... Naar het schijnt dat je een aantal evenementen gehad. En nu ben je bij ons. Want je hebt straks gewoon een, ja. een hele special voor de kids. Ja, de kids, sowieso. Uh... We willen die kinderen niet vergeten. Nee. Waarom? Omdat, we, omdat september onze vakantiemaand is. Dus de school is gesloten. Mm -hmm. Dus we dachten van... Waarom niet iets doen voor de kids? Want we hebben het hele jaar door... Kinderen gehad van tien jaar en ouder. Dus tien jaar en dan mensen ouder. Toen dachten we van... Oké, okay, nu willen we echt... Ons bezighouden met de kleintjes. Dus daar hebben we weg, uh, gestart met uh, de kleintjes. Dus we laten we de kleintjes nu gaan leren om op een kindervriendelijke Vriendelijke manier. manier te leren zingen. Super leuk. Ja. Want oké, okay. ik zie dat uh, vanaf 7 en 8 kan je opgeven. En dan ja. heb je twee groepen, 7 en 8. Je hebt een groep vanaf van 5, 5, tot 7, 5, jaar. 7. En je hebt de groep van 8 tot 10. Jaar. 8 tot 10. Jaar. Ja. Ja. En die leren dus op een kindvriendelijke manier. Hoe ze liedjes, gaan zingen. ze liedjes gaan zingen. Hoe ze met hun stem moeten omgaan. Dat hoe ze de emoties gaan tonen. Want ook kinderen zingen. Geloof me in het buitenland zie ik het. En ik kijk echt like, Waarom kunnen kinderen in het buitenland dit wel. En waarom kinderen hier niet. Waarom dat wij als ouders. Misschien het is een soort cultuur van Suriname. Dat we denken van. Nee wanneer je ouder bent geworden zullen we zien. Mm -hmm. Maar. Uh, uh, in het buitenland zie ik dat ze hun kinderen direct de gelegenheid aanbieden om, het te om alvast te doen mm -hmm. en het te ontwikkelen zodat ze dan op een heel jonge leeftijd doen ze geweldige dingen met hun stem. En ik dacht van, kom maar, waarom niet? Laten we kijken wat de kinderen ook kunnen hebben. Zie je? En daarvoor ja. is uh, de Jew family Act. Ja. De Kidsini Presidi vakantieschool. Wanneer start die precies? Hoe kunnen mensen zich opgeven? Hoeveel kost het? Want het is natuurlijk niet gratis. Ja, niet. Uh, Wat zijn de tijden? Vertel me alles, zodat iedereen die nu kijkt ook kan weten hoe ze okay. hun kindje moeten opgeven. Um, we starten op 11 uh, september. 11 september, de kinderen hebben dus op die dag, hebben ze dan uh, een aantal activiteiten. En het is dus twee dagen. 11 en daarna is de volgende dag van hun op zaterdag. En zaterdag moet dus 16 zijn. Mm. Toch? Dus ze hebben 11 en 16, dat zijn voor de kleintjes. Van 5 tot 7 jaar. En daarna volgt dan groep B. En groep B is dan van. Uh, de leeftijdklasse is daar 8 tot 10 jaar. Natuurlijk mogen er kinderen van 11 jaar erbij zijn. Weet je dat kind is pas 11 geworden? Waarom niet? Van het jaar. Dus kinderen van 11 mogen dus ook erbij zijn. En uh, we gaan de kinderen leren toch? hoe je gaat zingen. We gaan. Body warm-ups met ze doen, we gaan voice warm-up met ze doen. Want het is heel belangrijk dat kinderen ook weten dat voordat je gaat zingen, je niet gewoon patsboom opstaat en je wilt zingen. Nee, het is goed dat je je stem gaat opwarmen. Waarom? Uh, een opgewarmde stem heeft alvast uh, uh, um, heeft weinig kans op vocale problemen. Want als, je, als ik mezelf al opwarm, weet ik wat ik allemaal kan in die dag of dat moment of dat moment. Weet je, dat is dan. Uh, moet je je stem gaan opwarmen. Okay. Dus dat willen we allemaal met, met die kinderen gaan doen. Maar ook daarna houden de kinderen van spelen. Dus we kunnen ze niet onthouden van spelen. Tuurlijk niet. Dus ze gaan ook spelen met ze, een paar vorstimpres met ze doen. Toch en uh, ja. Het, Spelen wordt gewoon, alles, het wordt gewoon een, een, een spectaculair iets voor kinderen. Nice. Dat willen we gaan doen. Uh, waar is het en hoeveel kost het? Dat heb je ons nog niet gesteld. Oh ja, um, voor twee dagen betaalt uh, een ouder 650 SRD. Mm. Uw kind krijgt dus uh, ontbijt in de ochtend. En uh, snacks in de middag. Toch? Want we zijn bezig van 9 uur uh, in de ochtend tot 12 uur in de middag. Oh. Dat zegt dus de drie uurtjes. Ja, dat de ouders mogen achterblijven. Of zeg je, je laatste, ze zijn veilig daar. Want we hebben begeleiders die ook op die dag uh, aanwezig zullen, zullen zijn. Om de kinderen dan uh, te begeleiden en te checken, helpen. Dus uh, ze zijn veilig daar. Het wordt allemaal al, ja. al gewoon. En Doei. het zal gehouden worden op de Tar Sisius School, mm -hmm. toch? Uh, Calcutta straat, naast de Fatimakerk. Mm -hmm. Dus het is uh, lekker centraal. Vanuit Paramaribo ben je snel daar, toch? En ook vanuit uh, Lederop. Dus je komt dan ook daaraan, snap je? Dus het is niet ver. Uh, uh, je kan ook via de Vaugerhuisstraat daar bereiken. Mm -hmm. Dus het is uh, vrijwel. Uh, bereikbaar. bereikbaar ja. Mooi. Oké, de prijs, de plek, de tijd. Het belangrijkste, hoe kunnen ze je bereiken? Ja, um, ze kunnen me telefonisch bereiken. Ik vind het altijd mooier dat men, of makkelijker dat men me een uh, app stuurt. Waarom? Ik kan ook alle informaties gelijk doorgeven. Mm -hmm. Bepaalde mensen bellen en dan moet je. Ja, uh, yeah, wat goes? Wat goes? Maar yeah. als, ik, als je mijn app stuurt, dan kan ik gelijk alle informatie voor je sturen. Je kijkt wat het is. En dan mag je dat kind alvast uh, registreren en dan betalen. En zo kan het kind gaan genieten van uh, onze vakantieprisie, zingprisie. Nee, het klinkt ja. allemaal helemaal superleuk mm -hmm. en jullie zijn allemaal goed bezig. Ja. En er volgt nog meer, maar daar gaan we een andere keer over ja, praten. Sowieso, sowieso. Mm -hmm. Sowieso, er, er is nog heel veel dat we willen mm -hmm. gaan doen. Want. Uh, ik, ik wil niets prijsgeven, nee. maar ik weet niet wat volgend jaar met zich meebrengt. Maar natuurlijk wil ik mezelf ook gaan bijscholen. Mm -hmm. En uh, voor mij is Suriname bijna al, uh, ja, heb ik mijn limiet eigenlijk al in Suriname bereikt. Mm -hmm. Toch als het gaat om leren. Nee. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik toch wat anders wil gaan doen. Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk niet meer praten over volgend jaar, wat er zal gebeuren. Want uh, het ik zien. wil mezelf <laughs> ook gaan bijscholen. Okay. Maar van het jaar wil ik dan sowieso alles afronden. Uh, als het gaat om mijn muziekschool, school. Om te kijken wat next year geeft. Nice. Ja. Oké, okay, maar daar praten we andere keer over. Vandaag ja. was je bij ons voor de Ketsing in ja. vakantieschool. Mm -hmm. En dat gaat super leuk worden. Sowieso. Ik, kan niet, uh, ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Ik heb geen kinderen. Maar als Ach. ik uh, de beelden zie, ik ben very excited Nog daarvoor. Niet. <laughs> Oeh, het Doe eng. het maar <Ja>. Maar ik wil je okay. bedanken voor het komen ja, en ik wil sowieso. pas heel veel succes wensen straks de komende dagen. Een hartelijk dank. <laughs> Abo. Hai. En jullie thuis ook voor het kijken. Vandaag was Orfeo Ju bij ons. Van de Ju Family. En ze hebben de vakantie. Of de kidsingie vakantie. Of de kidsingie presidie vakantieschool. vakantieschool. En die wordt gehouden op 11. Mm -hmm. uh, vanaf 11 september heb je die. Dus je kan nu Orfeo Ju een appje sturen. Zijn nummer komt nu in beeld. Yes. Alle informatie wordt opgestuurd. Deelname is 650 SRD. Ontbijt, drank en snacks worden voorzien. Uw kinderen worden geënterteind. En ook nog op een super kindervriendelijke manier geleerd hoe ze hun stem kunnen gebruiken. En gewoon leuke liedjes kunnen leren zingen. Ik zou zeggen, geef je snel op. En jullie thuis bedankt voor het kijken. Remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.